Welkom allemaal bij de derde tussenstop van dit jaar van de ruimte on tour. Ik vroeg me wel een beetje af wie er in de zaal zit. Wie is er nu voor het eerst bij zo'n jaar van de ruimte on tour? Wow, jeetje. Dat is leuk, zeg jij. Yves, voorzitter. Hoe gaat het met het jaar? En sinds Arnhem dan ook vooral? Het jaar bruist en zindert er door Nederland heen. En dan ben ik ook blij dat we hier zijn. Wat schuurt nou bij jou? Wat irriteert je? Waar moeten we nu echt aandacht aan besteden? En dan zie je dus dat krimp en leegstand iets heel dominants is. En ook voedsel, thema van vandaag, ook bij de politiek uitermate scherp leeft. Wat ik mooi vind is dat we, zeg maar, wij maken allemaal Nederland dat besef doordringt. En dat we een, ja, als het ware een emancipatie hebben van, ja, dat betekent ook wat. Dat we kunnen kiezen en ook aan de slag kunnen en moeten. Mag ik een groot applaus voor gedeputeerde Annemarie Spierings. Ziet u de toekomst zonnig in? Jawel, het is misschien een beetje geduld hebben. Hè? We hebben een systeem in de landbouw wat we in decennia hebben opgebouwd. Om toen hele goede redenen. We moeten nu naar een ander systeem. Dat lukt niet in een paar jaar. Maar ik zie wel heel veel beweging en energie in de Brabantse samenleving om daaraan te werken. Ja, dames en heren. Ik ben heel erg blij dat we het vandaag over voorzien en voedsel hebben. En, en dan vertaal ik dat even kort naar landbouw. Als we naar ons planologische verleden kijken. En met name naar de planologie van de rest van de Rijksoverheid. Dan kwam landbouw daar maar heel weinig in voor. Goed, het werd al genoemd. 70% van ons land in Nederland is in gebruik door de landbouw. En er werken dagelijks 65.000 landbouwbedrijven aan onze voedselproductie. Dat is een heel efficiënt systeem is dat geworden. Dus. Maar dit voedselsysteem heeft ook zo zijn nadelen en uitdagingen, om het maar zo te formuleren. Hier is ook natuurlijk, Brabant heeft ook natuurlijk de slimste regio van de wereld, toch? Geloof ik of zoiets. Het is, ja, wat kan die hier aan bijdragen? Of moeten we juist daarop inzetten? Ik heb het back to the basics genoemd. En dat is denk ik meteen een hele grote kans juist om, zeg maar, de grote agro-foodsector die in dit deel van Brabant zit, veel meer aan te sluiten op het Brainport-denken. Die sector is nog heel bang, zijn heel conservatief. Maar daar zit heel veel aan te komen. Het heeft denk ik ook een hele interessante relatie met vandaag. Want dan verknoop je meteen de hele regio. En dan is agrofood daar natuurlijk een hele belangrijke factor in. Mag ik een groot applaus voor Kees-Jan Pen. Dank je wel. Ja. Nu gaan we natuurlijk allemaal aan de slag. Het sluit helemaal aan bij de vorige spreker. Want ik had eruit gehaald een verbinding maken op kwaliteit. Dat betekent samen. Dat betekent ook dat je inderdaad een andere mindset moet krijgen, een gedeelde mindset, omdat je met verschillende werelden te maken hebt, meer een technologische wereld en meer een strategische ruimtelijke wereld. En het blijkt vaak dat die elkaar niet herkennen als partners. En dan weet je dus dat het een boer is uit jouw regio. Je kunt er ook langs gaan, je kunt ook kijken wat voor bedrijf het is, ziet het er goed uit. En dan weet je dus als consument, dan heb je ook een bepaalde verbondenheid met die producent en dan ben je ook bereid om daar meer voor te betalen. Nou, waar het om uiteindelijk moet gaan is de discussie in hoeverre je dat dan op welke schaal je dat ziet. Als je het hebt over circulair, is dat dan op Noordwest-Europa niveau, wat volgens mij uitstekend kan. Dat biedt heel veel kansen en mogelijkheden. Als je het gebied rondom Londen als stedelijke agglomeratie ziet, het gebied Duitsland enzovoort en Parijs in de omgeving, dan zit er ergens nog iets van een prachtig gebied als Nederland tussen. Als je het veel meer vanuit die filosofie benadert, dan ligt de toekomst van de landbouw in de steden. Volgens mij gingen de tafelgesprekken heel geanimeerd en liep dat als een trein. Ik moest jullie allemaal wegsleuren. Toch een paar dingen die jou vandaag opvielen, waarvan je meteen zegt dat was een hele goeie in jouw eigen Brabant. Wat ik steeds heb gehoord natuurlijk, wij praten over opgaven en dan blijft het een beetje stil. Want dan wordt het gedefinieerd en dan krijg je iets van, nou, dan heb je iets van, gooi het maar in het netje en iemand vangt het dan hopelijk op en gaat er iets mee doen. De omgevingsvisie, dat geloof ik niet. Wij moeten meer doen en we moeten concreter zijn en dat wordt ook gevraagd.
En dan moeten we proberen af te leren in onze gejuridificeerde samenleving dat wij de grootst mogelijke zekerheden aan de voorkant al kunnen dichttimmeren. Dat gaat ons niet lukken. Maar aan de andere kant moeten we ook even wat lef hebben. Rechte schouders, wie zei het net, de rechte rug. Ja. Om daarmee als bestuurders, maar ook in samenleving niet kunnen opereren. Niet bang zijn, maar af en toe wel harde dingen. Gewoon een keuze proberen te maken. En ja, elke keuze die je maakt, ik zeg wel eens een keer, niks geeft zoveel rust dan een genomen beslissing. Het is duidelijk. Yves de Boer!